Dankjewel voor de hele verleidende introductie. Ik ben helemaal in verlegenheid. Ik moet nu wel wat heel bijzondere dingen gaan zeggen, omdat allemaal een beetje de verwachtingen daaraan tegemoet kunnen komen. Maar heel erg bedankt voor de uitnodiging. Voor mij is het de eerste keer dat ik niet natuurlijk dat ik naar Rotterdam kom. Dat zou heel bizar zijn als mijn hele leven een beetje toch in Nederland gewoond, dus dan kom je ook in Rotterdam. Maar het is wel de eerste keer dat ik hier in de tempel in Rotterdam uitgenodigd ben om een lezing te geven. Dat vind ik heb dat laatst een keer ook in Den Haag gedaan. Ik doe dat regelmatig natuurlijk in Amsterdam. Daar spendeer ik ook mijn meeste tijd, maar ik vind het een grote eer om hier te zijn in Rotterdam en hier aanwezig te zijn te midden van alle andere aanwezigen en gasten. Van harte welkom. Er werd mij gevraagd, wat zou je als onderwerp willen behandelen als het gaat om een lezing over het Krishna-bewustzijn en het Vaishnavisme. Nou, het Vaishnavisme is een hele oude filosofie en levensbeschouwing en spirituele ideologie die duizenden jaar oud is, feitelijk in termen van onze moderne geschiedenis al 6000 jaar oud. Het werd al even aangegeven, Sjoerd Rauwraad, mijn geestelijke leraar, die heeft dat in de jaren 60, heeft hij dat heel erg op een hele moedige en hele bijzondere manier heeft hij besluit genomen, ook op zeer gevorderde leeftijd, bijna 70 jaar, om naar het Westen te komen en daar deze hele oude Vedische kennis te verspreiden. En hij begon dat te doen in 1966 in New York. Nou, dat sloeg gelijk aan, want hij kwam aan in New York, midden eigenlijk in een soort van revolutie die er toen gaande was. Vooral onder jonge mensen. Het was het tijdperk van hippies en flower power, love and peace en vooral ook psychedelica. Maar nog belangrijker, de zoektocht naar nieuwe normen en waarden en vooral naar nieuwe spirituele ideologieën. Waarbij vooral India ineens heel erg in de belangstelling stond. Veel jongere mensen in die tijd hadden zich zo'n beetje afgekeerd van de christelijke normen en waarden om verschillende redenen, daar kom ik zo meteen op. We waren op zoek naar een nieuw paradigma, een nieuw concept, een nieuwe wereld, levensbeschouwing. En zij konden die vinden in het Hindoeïsme, waar onder andere de yoga-leer natuurlijk een hele belangrijke, cruciale rol speelt. De yoga was toen, werd ineens heel erg populair als een middel, een methode om bewustzijnsverruiming te gebruiken. Er waren in die tijd veel jongeren die experimenteerden met psychedelische drugs. Die dachten van, als je LSD gebruikt of andere psychedelica, dan kun je daardoor ook een hogere bewustzijnstoestand bereiken. In die tijd werden drugs zelfs geestverruimende middelen genoemd. Nou, we weten inmiddels beter. Het zijn zeker geen geestverruimende middelen, maar het zijn wel middelen waardoor mensen ineens geconfronteerd werden met het feit dat ze bewustzijn hadden. Ik denk dat dat eigenlijk een grote doorbraak is geweest in de jaren 60. De realisatie van mensen, en vooral toen nu de jongere generatie van mensen, zoals we die nu de babyboomers noemen. Een hele nieuwe golf van jonge mensen die na de Tweede Wereldoorlog geboren waren en opgroeiden in een relatieve welvaart en vrede. Maar tegelijkertijd ontevreden waren met hun omstandigheden en op zoek gingen. Wat ik net al zei, en een van die zoektochten was van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? En wat is bewustzijn? En wat die psychedelische middelen in ieder geval bewerkstelligden, is de realisatie dat wij bewustzijn hebben. En dat bewustzijn iets vreselijk belangrijks is. En dat is ook hetgene waar de aansluiting ontstond met de Indiase spiritualiteit, de Indiase levensbeschouwing en de yoga-leer, omdat dat helemaal ging over bewustzijn. De yoga-leer die is gericht op, het woord yoga betekent letterlijk link, schakel, het contact leggen met God, maar het ging daarbij vooral ook om de individuele inspanning. Terwijl bij veel van de westerse religies meer een kwestie was van een soort genade die afdaalde, of een persoon zoals Jezus die stierf voor jouw zonde en voor de rest moest je proberen wel een goed mens te zijn, maar had je daar weinig controle over. Zag je dat in de yoga-leer en andere positie ingenomen werd. Er werd eigenlijk gesteld van, nee, je kunt er wel wat zelf aan doen. Natuurlijk, genade is belangrijk. Je kunt uiteindelijk, ben je afhankelijk van anderen. Maar je moet ook zelf een inspanning verrichten. Die inspanning kun je verrichten door je bewustzijn te zuiveren, door je levensstijl te zuiveren en te verbeteren. En door middel van meditatie door te dringen in de diepere laag van je bewustzijn. En bewustzijn werd eigenlijk een centraal gegeven. De mens heeft bewustzijn. Sterker nog, de realisatie is dat de mens is bewustzijn. Wij zijn bewustzijn. En dat bewustzijn eigenlijk het allerbelangrijkste is wat wij hebben. En dat het werken aan ons bewustzijn, het cultiveren en het zuiveren van ons bewustzijn, dat dat de allerbelangrijkste opdracht is eigenlijk die elk mens in zijn leven heeft. Er ontstond toen ook een stroming onder de jonge mensen, de zogenaamde zeg maar, hippiebeweging. En dat was een hele diverse beweging, er bestond uit heel veel stromingen. Je had allerlei politieke stromingen daarbinnen die vooral nogal links georiënteerd waren. Studenten die tijd die rondliepen met het rode boekje van Mao. Zich niet realiseren dat Mao later ontmaskerd zou worden als de grootste massamoordenaar van de 20e eeuw. Iedereen dacht dat het een soort van heilige was. En met een hele grote brede visie over hoe we de menselijke samenleving konden verbeteren. Dat waren dus politieke stromingen die erg links en communistisch, marxistisch georiënteerd waren. Maar er waren ook veel niet-politieke, meer spirituele stromingen. En daarbij ging het vooral om de gedachte van verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. En dat was vooral een slogan die heel veel jonge mensen aansprak en eigenlijk ook de logica daarvan konden begrijpen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja, wat betekent dat? Hè? Nou ja, dat is waar ik het net over had. Je bewustzijn. Wij moeten ons, uiteindelijk handelen wij allemaal, denken wij allemaal, begrijpen wij allemaal vanuit ons bewustzijn. En als dat bewustzijn niet klopt, als dat niet in orde is, dan is de rest ook niet in orde. Dus de visie was, verbeter de wereld, begint bij jezelf en dat doe je door je bewustzijn te zuiveren. Nou, Sjoerd Rauwraad kwam toen naar het Westen in Amerika, precies op dat moment dat die hele stroming daar gaande was van jonge mensen op zoek naar nieuwe waarden, rondliepen met de gedachte, verbeter de wereld, begint bij jezelf. En dat is precies ook de boodschap geweest van Sjoerd Rauwraad. Hij zei ook, God helps those who help themselves. Dat zei Prabhupada veelvuldig. En natuurlijk hebben wij uiteindelijk hulp en de genade van de hogere macht nodig. Maar dat moeten we ook uitnodigen, die hulp. En dat doe je door zelf een enorme intensieve inspanning te doen. Dus op dat moment kwam hij naar het Westen. En hij kwam met een andere boodschap ook. Aan de ene kant, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Maar hij zei nog iets anders. En dat is eigenlijk waar ik nog wat meer over gaan praten, wat het kernonderwerp is van mijn presentatie vanmiddag. Hij zei ook, religie zonder wetenschap leidt tot sentimentaliteit en fanatisme. Hij zei ook dat wetenschap zonder religie leidt tot nihilistische en speculatieve processen die niet tot conclusie leiden. En ook dat is een gegeven. Maar wat vooral heel belangrijk was, en ik moet zeggen dat mij dat persoonlijk ook enorm aansprak. Ik ben opgegroeid in een christelijke omgeving, zoals vele mensen hier in het Westen, in Nederland. Mijn vader was doopsgezind en als kind ging ik naar de kerk. Nou, dan hoor je de normale doctrine van het christendom in allerlei verschillende nuances en kleine variaties. Katholicisme, doopsgezind, protestant, hervormd en noem maar op. Ja, voor mij, het zal allemaal wel. Ik vond het vrij steriel, dogmatisch en ik kon er niet veel mee. Feitelijk was het zo dat ik rond mijn 12e, 13e min of meer atheïstisch werd. Omdat ik niet vond dat, vooral in het christendom, er een sterke filosofische, wetenschappelijke basis was. Ik vond het erg dogmatisch en filosofisch kon ik er weinig mee. Ik begon toen boeken te lezen. Rond die tijd, hè? Dat was dus eind 60 jaar. Ik begon toen boeken te lezen van een aantal Indiaanse gurus. En ik was onmiddellijk aangesproken door de diepte en vooral de filosofische diepgang van wat gepresenteerd werd. Ik zag voor het eerst, hier werd de religie gepresenteerd op een bijna intellectuele, wetenschappelijke, in ieder geval filosofische manier. Het was niet een kwestie van, je moet het zomaar aannemen omdat een bisschop, een kardinaal of een paus dat ooit een keer gezegd heeft of dat iemand anders dat ooit een keer gezegd heeft. Nee, er werd vooral geappelleerd aan de eigen gevoel van logica en gezond verstand. En ik vond dus de logica over de wereldbeschouwing die daar gepresenteerd werd, hè, de Vedische cultuur en de Vedische wereldbeschouwing, dat vond ik zo treffend. Vooral dus doordat het een hele sterke wetenschappelijke filosofische basis had. Mijn zoektocht ging verder en uiteindelijk kwam ik in contact na een paar jaar met leerlingen van Sjoerd Rauwraad die net een tempel geopend hadden in Amsterdam. Ik heb toen een aantal lezingen gehoord en ook daar kwam datzelfde thema weer terug. De herhaling van wat Sjoerd Rauwraad zei, dat religie zonder wetenschap leidt tot fanatisme, het leidt tot sectarisme, het leidt tot fundamentalisme. Nou, dat is een fenomeen, dat was eigenlijk in de jaren 60 fundamentalisme, dat kennen we helemaal niet. Nou, we weten nu maar al te goed wat het is, hoe mensen ook kunnen doorslaan in hun religieuze overtuiging en in hun fanatisme en hun misschien wel enthousiasme, misschien zelfs wel goed bedoeld, maar waarbij ze toch uiteindelijk in een situatie terechtkomen dat zij hun religie op een hele fundamentalistische manier gaan interpreteren, wat ook leidt tot intolerantie, wat leidt tot een beperking van het denken. Een ander punt wat mij enorm aansprak toen ik me wat meer begon te verdiepen in het Krishna-bewustzijn, is dat de hele Indiase cultuur, zag je ook dat het proces was van spirituele ontwikkeling was gebaseerd op het debat. Terwijl als we de geschiedenis van de westerse religies lezen, en ik zit hier nogmaals niet om het christendom of islam te bekritiseren, begrijp ik goed. En daar kom ik zo meteen op terug. Want in de fundamenten zijn alle religies in de wereld verkondigen dezelfde universele waarheid. We hebben alleen te maken gehad met een situatie waarin de afgelopen 2000 jaar door politieke, sociale, culturele omstandigheden heel vaak die universele waarheden gebruikt werden als machtsmiddel voor andere doelstellingen. En wat je dus zag, dat vooral in de geschiedenis van westerse religie, dat heel vaak mensen overtuigd werden door middel van het zwaard. Je bent het met me eens of anders hak ik je hoofd af. Ja, nou dan is de discussie snel over. Ja, ik ben het met je eens, want dat hoofd dat vind ik wel heel belangrijk, dat wil ik wel graag houden. Een kwestie van het overtuigen op basis van kennis en inzicht en het overtuigen door middel van het debat, dat bestond helemaal niet. Wat mij zo enorm aansprak in de hele traditie van het Hindoeïsme en de Vaishnava cultuur, is dat daar mensen met elkaar in debat gingen. En als de een, er was een leermeester, een guru, die zijn ideeën verkondigde. En als er iemand anders was die het daar niet mee eens was, dan werd er een debat georganiseerd. En de winnaar van het debat, die werd op een gegeven moment, nou, die zegevierde. Maar dat was niet een zegevierde van, kijk eens even hoe geweldig ik ben. Nee, het ging allemaal uit naam van het zoeken naar kennis. En de persoon die het debat verloor, die zei heel nederig van, ja, ik heb mijn meester gevonden, want uw kennis is superieur aan die van mij. U heeft me verslagen in het debat. Ik ga uw argumenten heel erg indrukwekkend diep bestuderen. En ik geef me over aan u, want u bent mijn leermeester, want uw kennis is superieur. En op deze manier zag je dus de bereidheid om te debatteren, de bereidheid om informatie uit te wisselen met elkaar, daar heel goed naar te luisteren. En uiteindelijk de waarheid te laten zegevieren, zonder gebruikmaking van intimidatie of geweld of machtsmisbruik of wat dan ook. Het was puur de zoektocht naar kennis die prevaleerde en die alles bepalend was in dat hele proces. En zo zag je dat over een periode van duizenden jaren, dat er in de Indiase levensbeschouwing, de verschillende Indiase filosofieën die we tegenwoordig Hindoeïsme noemen, dat is een heel complex geheel van verschillende tradities waar eigenlijk het Vaishnavisme de kern van vormt. Maar er zijn meerdere scholen, ook binnen het Vaishnavisme zijn er verschillende scholen en tradities die filosofisch gezien misschien net iets verschillen van elkaar. Maar al die verschillen die zijn ook begrijpelijk, die zijn verklaarbaar en die zijn bespreekbaar. En het is juist het praten over die verschillen en de diepere nuances en de inzichten erin en het daar open voor staan, die leiden tot een verdieping ook van kennis en inzicht. En ik vond dat zo'n prachtige gedachte, die ik eigenlijk nog niet eerder tegengekomen was in religieus en spiritueel denken in het Westen, dat van ja, dit is eigenlijk ook precies waar ik naar op zoek ben.